Die moet een hoge boete betalen omdat hij met zijn luchtballon vlak langs een huis is gevlogen. 15 meter om precies te zijn. Normaal dan zit er 40 meter tussen. Ja. En drie zeldzame papegaaien van het gezin in dat huis, die hebben zich letterlijk, ja, ze zijn zich gewoon letterlijk doodgeschrokken van die ballon. En die papegaaien, dat waren dus zeldzame. €10.000 waren ze waard. En ja, de ballonvader deed mee aan een wedstrijd en ja, vloog dus te dicht langs het huis. Jij vertelde net om 4 uur en ik heb hier serieus vragen over. Dus Dorit van Ewijk van devrolijkepapegaai.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent een papegaaiengedragskundige, dus jij weet hier alles van dit dier. Ik weet er aardig wat van, ja. Hoe zit het? Jij bent er natuurlijk niet bij geweest bij dit specifieke voorval, maar hoe kan het nou dat drie papegaaien tegelijkertijd zich doodschrikken van een luchtballon? Ja, nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik ben natuurlijk geen dierenarts, dus wat er lichamelijk precies gebeurd is, weet ik niet met die dieren. Maar het zijn papegaaien zijn prooidieren zijn ook niet gedomesticeerd. Oftewel, het zijn eigenlijk nog wilde dieren die alle instincten van in het wild nog hebben. En voor een prooidier is het natuurlijk ontzettend bedreigend als er een heel groot en dan ook nog een soort brommend ding boven hun hoofd komt. Want dat lijkt natuurlijk wel voor zo'n dier, voor zo'n prooidier, wel heel erg op een buitengewoon bedreigend roofdier. Een grote grommende tijger bijvoorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld. Het zag er in ieder geval uit als een hele grote roofvogel. Nou ja, en dan nog zo'n dreigend geluid erbij ook. Ja, ja. Dus dat die papegaaien daarvan zeer, zeer ernstig in stress zijn geraakt, dat is wel te verklaren op die manier. Maar hoor je dit ook vaker? Ja, niet per se over luchtballonnen dan, maar dat papegaaien tegelijkertijd van stokje gaan? Nee, nou ja, kijk, wij weten natuurlijk ook niet alles wat er gebeurt. Nee, gelukkig niet. Precies. Dat zal het zijn. Nou, nee hoor, dankjewel. Laat maar zitten. Nee, het gebeurt wel eens als er bijvoorbeeld met teflonpannen iets wordt klaargemaakt vlak in de buurt van papegaaien. Want die zijn daar, dat zijn gewoon hele giftige dampen voor hun. Dus in zo'n geval kan het ook gebeuren, hoe triest ook, dat er een paar tegelijk doodgaan. Maar van zo'n ballon, ja, moet ik eerlijk zeggen dat ik dat nou nog niet heel vaak heb gehoord. Gelukkig maar, want het moet inderdaad wel, wel heel bedreigend zijn geweest voor die dieren. Die papegaaien waren bij elkaar €10.000 waard. Wat is de duurste papegaai die jij ooit bent tegengekomen, Dorit? De duurste papegaai die ik ooit ben tegengekomen is de soort waarvan er daar twee zijn van zijn dood gegaan. En dat is de Hyacinth Ara. Dat is ik weet niet of dat helemaal de duurste is, maar dat is wel een bizar dure papegaai. Maar eigenlijk gaat het daar natuurlijk niet om. Hè. Het gaat er gewoon om dat een dier, al is het een grasparkietje, zich doodschrikt. Ja. Ik bedoel, daar gaat het uiteindelijk om. Had nooit mogen gebeuren. Nee, precies. Nee, nou, dat denk ik ook. Wil je meer over papegaaien weten? devrolijkepapegaai.nl. Dat is de website waar je alles kunt vinden. Ja, klopt. Dorit, dankjewel. Graag gedaan. Fijne middag.